Yeah, content. Dit is je boy, Sample Text. We zijn weer terug met een mooie Pokémon kaart doosje opening. We hebben hier Silver Tempest. Er zit een coole Lugia in. De coole Lugia wil ik. Urgent Adventure and Dazzling Discover. Je ziet hier, ik heb een wonde aan mijn vinger. Ik heb mij verbrand tijdens het kerstdiner. Geweldig. We doen deze rap open en ik heb heel weinig tijd. De laatste paar weken, deze twee weken, deze vakantie eigenlijk. Want, ja, vakantie. Mensen gaan weg. Mensen hebben dingen te doen. Maar ik wil ook heel graag Pokémon Violet spelen hoor. Geen zorgen erover. Shit. Fuck. Maar ik wil ook heel graag YouTube video's maken. Dus we gaan, een korte video gaat het worden. We gaan de helft doen. En dit is voor een andere keer. Ik weet, ik heb ooit eens een andere boosterbox open gedaan. Dat was een video van 40 minuten en dat is veel te lang. Dat doen we niet meer. De helft. Bam. 20 minuten video. Perfect toch, of niet? We hebben pakjes. Hoeveel pakjes? Dat weet ik nog niet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 pakjes. Oh. Oh, mooie thumbnail ook. Ziet hier een mooie Lugia vulpixje, de Reggie en de andere Reggie. Ik hoop dat hier de Lugia niet in zit eigenlijk, maar in het andere deel. Ja, voor de diehard fans, sorry. Ik wil heel graag Pokémon Violet spelen, maar ik heb gewoon niet de facilities om het momenteel te doen. Dus waarschijnlijk na nieuwjaar komen er wel video's van. Maar nu is het Pokémon kaarten. Joepie. Hoe? Code? Ah ja, Engelse kaarten hebben een code. Alsjeblieft, code. 1, 2, 3 ervoor. Energy? Weg. Bam. Fuck energy. Doen we niet aan mee. Dan hebben we... Oh, een Raichu. Oh my fucking god, dat is een coole Raichu. Een Ferrothorn. Een Toxicroak. Heel agressief. Petilil. Heel schattig. Pikachu en een ander muisje in de achtergrond. Een Growlithe. Klinky. Wilmer. Die uit zijn blowhole water spuit. Venomoth Reverse. En op het einde een Delphox. Een rare Delphox. Niet holo, gewoon een kaart. Next pack. De Lugia art. Zieke artwork. Ziet je het? Fucking nice art. Doe open. Goh, Engelse kaarten. Wat wil dit zeggen? Of hebben ze dat weggedaan? Was dat normaal niet zo? De kleur, je weet het. Ik heb niet veel Engelse kaarten opgedaan, dus ik weet het niet. Perfect. Maar 1, 2, 3 ervoor. Energy. Weg. En hij komt terug. Godverdomme, energy. Weg. Die ligt ergens op de grond. Oei. Een Didani. Dan hebben we een Braixen. Morpeko. Ralts. Coole Ralts. Krogunk. Solosis. Zubat in the Cave. Elegem doet... gans trippy shit. Dat is zo'n manneke dat je tegenkomt op festivals met van die, hoe noemt dat, van die handschoenen aan. Op hoe noemt dat festival in Burning Man in Amerika. Furisode Girl. Wat? Kan ik Engels lezen? Furisode Girl. En een Virizion. Next pack. De Reggie. Is dat eigenlijk een Reggie? Ik heb nooit Sun and Moon gespeeld. Ik weet het niet. Ik zou een keer Sun and Moon ook moeten spelen. Dat is pas content, maar dan een randomizer of zo. Hallo, ga open. Hallo, ja. Ja, dank u. Code. 1, 2, 3. To the front. Energy, smijt van de kant. Capturing aroma. Een mooi slurpuff. Een Honchkrow. Wow! Fungus, Sandygast, Relicant. Relicant, een van de coolste Pokémons van Pokémon Emerald. In de goede oude tijd dat je nog op Google moet opzoeken hoe dat je Regieice, Registeel en Regirock moest vangen. Haulucha, Togedemaru, Sandygast Reverse en een Gardevoir. We zitten op een non-holo streak. Next packy. Code? Ja, code. Ik wil zeggen eentje naar voren en dan draaien we het om, maar het zijn Engelse kaarten.
de reverse schuiven aan de kant, want ik heb geen zin om heel mijn kamer op te ruimen. Een mooie Curlia. Een Torracat, dat is een poesje. Dat is een mooie poesje. Een Dragonair op het ijs, om chillen. Sandy Guest, weer al 1000 keer gezien. Relicant, Fampi, een Litten, een poesje, een Rufflet, een Petilil reverse. En... een Ho-Oh! Ho-Oh! Oh, dat is een nice Ho-Oh. Ho-Oh V, een gewone V, en dat is zo'n nice kaart. Damn. Enjoy the view? Ja. We zullen eens een vulpixje open doen, hè. Je hebt echt nog te weinig liefde gehad van je boy Sampletext op je beeldscherm. Heb ik al gezegd in deze video? Nee, hè. Code, alsjeblieft. Waarom kom het weg? 1, 2, 3, to the front. 1, to the energy. Energy leggen we heel liefjes aan de kant. Venomoth. Wallace. Fucking Wallace, de coolste champion die er is. Beste team ook. Jinx. Fennekin. Durant. Emolga. Beldum. Stunfisk. Coole Stunfisk. Glalie reverse. En Wapham. Een Fion. Hier zit de Lugia in. Trust me. Als ik het open krijg. What the fuck? Deze is toegelijnd met superglue. En er zitten zelfs... Oké, ze zijn er. Fucking gebogen, nice. PSA 1. Kaart, alsjeblieft. 1, 2, 3. Energy leggen we gently aan de zijkant. Draaien we de pakkie om. Hebben we Professor Leventon. Een Metang. Een Toxapex. Dratini. Feebas. Fampi. Litten. Rifflet. Oh, Radiant Jirachi. Oh, ja. Ja, ik ben een fan van Radiant kaarten. Oh, check die rainbow. Oei. En dan op einde. Want er zit nog eentje achter. Hebben we een Frostlass. Kostles, een van mijn favoriete Pokémon. Dan weet je het nu. Samen met Gengar en Electabuzz staat deze aan de bovenkant van de tierlist. Goh, we hebben nog genoeg hoor. We hebben echt tijd in over. Ik ga speedpacks moeten doen. Speedpacks. Als ik ze open krijg natuurlijk. Code. 1, 2, 3. Naar voren. Energy weg. Leggen we neer. Grijs zit van achter. En de hollow ook. Reverse, was eigenlijk hollow. Dude, what the fuck man? Die zit er gans. Ik enorm goed toe. Hier een mooie Fennekin. Code. Is er eigenlijk nu iets anders dan al die codes? Ben ik blind? Ah ja, oké. Okay. Wit was waarschijnlijk iets goed. Dus twee dogshit packs. 1, 2, 3. Energy. Weg. Ja? Ja? Step parents break. Even een seconde. Heb ik dat nu juist gedaan? Er zit toch niks cools in. Een Lance. Een Klang, een Krokorok, een Fennekin, een Durant, een Molga, een Beldum, een Stumpfisk, een Reknen, Minecraft Beast, Golbat, Vulpix, Drowsy, Growlithe, Misdreavus, Wilmer, Capturing Roma, fuck, daar zit wel goede shit in, wat? Zwart is goed, oké, Majerna V, wauw. De V's, waarom zijn de V's zo nice in deze set? En de V's sukken in V-Star Universe. Een Growlithe. En... oh my... Een Regilecki. Regilecki V-Max. Oh, Rainbow. Nou. Nog genoeg pakjes hoor. We hebben de Regilecki. Zo noemt hij dus. Regilecki. Of is dat een andere? Shit. Vulpix? Vulpix. De naam weet ik wel. Die naam weet ik wel. Vulpix.
Jezus fucking Christus, ik heb heel mijn camera verdraaid erdoor. Jezus. De setup is een beetje geruineerd. Maar dat maakt niet uit. Zwart. Oei, oei, oei. Shit, man. Is dit nu goed of niet? Oh, ik had meer Engelse kaarten moeten openen vroeger in mijn leven. Energy, zachtjes aan de kant. The Furisode Girl. Mooi Donphan. Breaksun. Murkrow. Een Molra. Een Meditite die aan het mediteren is. Een The Rant. Dat is een ant, maar dan een stalen ant. Een Ralts. Een Rapidash Reverse. En iets nice. Een Crocodile. De zwarte border is goed. Onthouden. Next pack. Waarom gaan die Engelse kaarten altijd zo raar open? Eigenlijk de Japanse gaan ook raar open. Ik kan gewoon geen pakjes open doen. Ik denk dat dat gewoon is. Oei, weer een zwarte border. Code. 1, 2, 3 naar voren. Energy is gras. Leggen we aan de kant. Draaien we om. Hebben we een Noriff. Een Meowstick, een Glalie, een Vulpix, een Snorrent, Fletchling, een Chillen, in de lucht. Ferroseed, Smeargull, de Danny, die een beetje elektriciteit aan het afvuren is. En op het einde iets nice, een Regieleki VMAX. Hey. Dat is dezelfde, maar dan in VMAX vorm. Hopelijk krijgen we een dubbel Rainbow Rare box. Zit die kans erin? Ik hoop het wel. Bestaat die kans eigenlijk? Waarschijnlijk zal er wel ergens een misprint box zijn waar dat in is gebeurd. Dit kan niet. Oh, nou. Nou, mijn camera is gedraaid en heeft... Die was verticaal aan het filmen. Oh, dat gaat echt kut zijn om te editen nu. Maakt niet uit. Witte border, dus dog shit waarschijnlijk. 1, 2, 3. En een vies. En een V-star kaart. Draaien we om. Hebben we Ninetales, Clay, Doll, Hypno. Hypnotiseert mensen. Sunkern, Fanpy, Indidi, Marini. Misdreavus en Chillen in de Bos. Snorrend Reverse. En inderdaad, een gewone rare. Noivern. We gaan terug een coole double pack doen. Dus wacht, dus normaal moet het eigenlijk zo. Zo, hè? Code. Draai je scherm erom. 1, 2, 3. Leg we neer. V-star uit mijn beeldscherm, alsjeblieft. Deze. En die gaat te gemakkelijk open, hè? Dat kan echt niet. Zo. Code zo. 1, 2, 3. Energy. Water. Rare. Zo. Wauw, dat is een heel gedoe. Het duurt werkelijk volgens mij minder lang om twee pakjes apart open te doen. Can this nuts fit in your mouth? Behem. Emergency jelly. Dat is een noodgeval als je een jelly hebt in een emergency doos. Chimeco. V-Bad en slapen onder de water. Fennekin, spinnerek hangend aan de muur. Een Bel Dum, een Norif. Meowstick, een Glalie. Rotom. Werkelijk de grootste luur ooit. Van heel de Pokémon-wereld. Gewoon gedacht eerst van, oh wauw, is een legendary. En dan opeens, nee, dat is uw GSM in de volgende generaties. Een Banary. Dreepy, oh coole Dreepy. Fampi, Chillen, Fletchling. Sunflora Reverse. En een Melodic. En een Relicant Reverse. En een... En een Breviary. Een vogel. Een Swablu. Wauw. Een mooie Swablu. Een... Zwart. Oké. Ja, zwart. Goeie kaart dus waarschijnlijk. Minstens een V. Eén... Of een Holo. Fuck, wat zeg ik allemaal. 1, 2, 3. Energy. Omdraaien, Archen. Serena Williams. Dragcloak en een Swablu, die we net hadden gezien. Swirlix, Rotom, letterlijk een telefoon. Dreepy, Vulpix.
En Lance reverse en op het einde... We krijgen Lugia. Kijk, Lugia. Bam. Oh, unknown. Unknown. Unknown V is deze alternate art. Dude, what the fuck? Dit is een nice art. Dat is niet eens een secret rare. Rond 177 van 195. Oh. Yo. We hebben er niet meer veel, hè? Nog maar 4. Maar goed, anders is het echt wel een video van een uur. Video van een half uur. Nu wordt het een video van 20 minuten. Hoop ik. Hoop misschien iets minder, hoop ik eigenlijk. Kwartiertje is eigenlijk lang genoeg voor een YouTube. Waar? Oh, wauw, code. Oh, wat zou... Ik zou begon niet weten of het een goede kaart is, hoor. Dat hier nu in het pakje zit. 1, 2, 3. En energy weg. Ja. Psychic. Serena Williams. Sigalith. De gym trainer. Imagine dat je daar een kaart van maakt van de trainers die in de gym staan. Een Croagunk, Solosis, Zubat, Elegem, Fungus, Dragonair, Verse en Wapai. Oh, een gewone holo. Oké, okay, nice. Forest Sealstone. Next Packy. Packy Wacky. Kunnen ze niet gewoon de code zo doen? Dat is toch letterlijk instinct als je een pakje opent, dat je doet zo. En je wilt 1, 2, 3 energie weg doen. Waarom? Nu weet ik de truc, hè. Nu weet ik dat wit gewoon raar is. Worker. The working woman. Wage gap is real. Trust me, bro. Sunflora. Altaar. Molga. Chimeco. Beneri. Drowsy. Spinnerect hangend aan een muurtje. Fungus reverse en op het einde hebben we een Cobalion. Gewoon een mooie Cobalion. Met de mooie badass bliksemschicht in de achtergrond. De rook dat van zijn poten afkomt. Wauw. Twee packjes over. We gaan de Legendary op het einde doen. De Vulpix. Fuck man. Namen onthouden. Ik kan het echt niet. Een mooie V-star kaart. Draaien we dan toch gewoon om. Dan hebben we Dracloak. Wow, een draak. Een lantern, een fossieletje, een Esper. Regilecki, geef me een beetje luck. Dratini, Chinchou. Waarom vraag ik geluk? Hier zit een rare in. Oh, wat? Nu ben ik helemaal confused. Dat was toch wit? Wit was toch... Ze zijn mij echt aan het trollen gewoon. Dat boeit gewoon niet, die kleur. Een Rockruff. Een trainer. Een character rare. Al 1000 keer gezien eigenlijk in de Japanse scène, but fine. En een Moong. Ja. Dit is toch een banger pack. Allee, kijk daar. Dat is toch mooi art. Dat wilt je toch? Coole kaartjes. Coole pakjes. Coole kaartjes. En dan hebben we gewoon het laatste pakje. The final one. De Regilecki, waar ik eindelijk de naam van weet. 1000 kaarten gezien in V-Star Universe van die Reggie. En ik zeg gewoon altijd, dat is een Reggie. En nu weet ik eindelijk de naam. Regilecki. Licky. Lecky. Dus zwart. Dus V? Nee? Holo? Whatever. Code. 1, 2, 3. En een mooie water-energy. En dan draaien we dit toch gewoon om. Dan hebben we Brandon. Onze badass Brandon. You can use this card only when it is the last card in your hand. Sure, dude. Een Altaria met mooie sterren van achteren. Een Fletchinder en takken van een boom. Een Vulpix, Snorunt, Fletchling. Een Ferroseed, een Smeargle. En dan hebben we Swablu reverse. En wat daarachter komt, dames en heren, is... Een Medicham. Hallo. Wauw. Dames en heren, dit waren onze pools van vandaag. Laat een like achter, subscribe gerust. Dan zie ik jullie in de volgende. Ciao.